De COVID-19-pandemie is in Suriname aan het verzwakken, een voorzichtige conclusie van John Codrington. Hij is hoofd van het laboratorium van het academisch ziekenhuis Paramaribo AZP. Codrington onderstreept dat als de cijfers van de afgelopen dagen worden bekeken, ook te concluderen is dat het reproductiegetal onder de 1 is. De arts legt uit wat maakt dat het virus in Suriname aan het afnemen is. Niet alleen uh, de absolute aantallen van hoeveel duizend mensen uh, op die dag getest zijn en, en uh, positief zijn bevonden, maar er is een formule en dat noemen ze het reproductiegetal. En we zien nu dat, uh, nu een aantal dagen al, het reproductiegetal onder de 1 is. En standaard internationaal men, wanneer je reproductie kleiner is, gelijk aan gelijk 1 of kleiner dan 1, dan mag je al beginnen met het normaliseren. Dus dat je teruggaat naar de normale gang van zaken in je samenleving. Ik dacht dat gisteren bijvoorbeeld het reproductiegetal maar 0.6 was en daar mogen we heel blij om zijn. En dat is een teken dat uh, COVID waarschijnlijk aan het uitdoven is. Dus uh, de omikron. De omikron is uh, de meest voorkomende variant op dit moment en ik denk zeker ook in Suriname. Uh, en uh, de conclusie die we mogen trekken is dat we bijna blij mogen zijn dat COVID over een tijdje uh, ook historisch zal zijn. De arts is van mening dat het niet betekent dat we moeten gaan slabakken. Als er wordt gekeken naar de cijfers sinds COVID-19 zijn intrede heeft gedaan in Suriname, is het goed te zien dat de piek nooit langer dan drie maanden aanhoudt. Het reproductiegetaal neemt in elke golf snel af, zegt Kodrington. Nou, een R betekent, uh, het is een, een, een formule die berekend wordt en dan kan men nagaan en berekenen hoeveel mensen door één persoon besmet kunnen worden of worden. Je begrijpt als nu één persoon, zes mensen, want we hebben ergens in deze golf even een kleine. Piek gehad waar het leek alsof één persoon zes verschillende mensen zou kunnen besmetten, en dat is waarschijnlijk dat is ook uitgerekend, dan zit je in een gevaarlijke situatie. Wat ga je dan zien? Dat als je vandaag duizend mensen positief hebt, dan zou je als iedereen zes mensen zou besmetten met een R van zes, dan heb je de volgende dag eigenlijk zesduizend en dat gaat steeds verder oplopen. Dus de trend van zo'n curve die je bekijkt, die geeft je ook een idee hoe. Agressief de verspreiding in de samenleving plaatsvindt. En de RSS is, 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 is verschrikkelijk en baldadig. Uh, het moment waarop je dus die R-waarde uh, ziet, uitgerekend en het gaat naar 1, zoveel, 1, 0,8, 0,6, dan weten we van het verliest terrein. Het virus is, ni is, is niet zo in opmars meer. En dan mag je ook verwachten dat je um, uh, steeds minder besmettingen zal krijgen. Koderington drukt de samenleving nogmaals op het harde maatregelen in acht te blijven houden. Het volledig interview met Dr. Koderington kunt u terugkijken op onze Facebookpagina.